In mijn vorige video ben ik via deze speciale portal naar de vierde dimensie vertrokken in Minecraft. Vandaag moet ik zien te overleven door middel van deze drie taken. Mijzelf beschermen via goede armor en goede tools. Een mega cool kasteel bouwen. En iemand ontmoeten, want blijkbaar ben ik helemaal niet alleen in deze dimensie. Goed, ik sta hier nu in mijn mini superkleine huisje. En jeetje, wat ben jij een groot dik schaap. Wil je naar binnen? Kom, je past niet natuurlijk. Pas je niet. Kijk hoe dik je bent. Jeetje, wacht. Kom maar, jongen. Kom maar. Ik vind wel dat jij welkom bent in mijn huis. Nee, je wil niet meer? Jeetje! Wat gebeurt er allemaal? Hele gekke wereld dit. Goed, dames en heren. Welkom weer bij de Aether aflevering 2. We zijn hier in de vierde dimensie beland in de vorige aflevering, waar er blijkbaar vliegende, roterende schapen zijn. En naast vliegende schapen hebben wij natuurlijk ook vliegende varkens. Die moet ik overigens... Misschien kan ik erop rijden. Ik weet niet zo goed wat ik allemaal kan doen. Er zijn zoveel dingen die we nog moeten ontdekken. Oh, en dan nog even een dingetje. Ik kreeg dus blijkbaar al deze reacties op mijn vorige video. Ja, deze allemaal, ja. Over dit puntje kom ik later deze video terug en dan wordt het allemaal duidelijk voor jullie. Goed, mijn planning voor vandaag. Ten eerste, dit huisje hier. Dat schaap wil heel graag. Kom binnen, joh. En weet je, niet weer de hoogte lucht in springen. Kom jij eens even binnen. Nee, kom maar. Ja, je kan naar binnen. Ga lekker naar binnen, joh. Voel je thuis, hè, in mijn warme huisje hier. Is het wat? Vind je het wat? Je kijkt een beetje schil. Bij deze, het schaap heet Michael. Welkom thuis, Michael. Goed, jongens, de planning voor vandaag. Mijn huisje hier, die moet even wat anders. Dit kan natuurlijk niet. Ik wil gewoon in een, laten we het nu zeggen, ik wil in een kasteel leven. Betekent dat we in deze aflevering een kasteel moeten bouwen. En naast een kasteel, jongens, moet ik ook betere tools hebben. Want ik ben erachter gekomen, die schapen die vliegen. Ik ben erachter gekomen dat ijzer en diamond helemaal niet... heel sterk is in de Aether, in deze dimensie. Kijk, als ik met een diamond pickaxe steen hak, kijk hoe traag dat gaat. En als ik een kasteel wil bouwen, heb ik heel veel steen nodig. Dus dan kunnen we niet deze pickaxe hiervoor gebruiken. Gelukkig hebben wij hier een boekje waarmee we kunnen ontdekken wat voor blokken, wat voor functionaliteit bepaalde blokken hebben en wat ik gezien heb. Ik heb hier gouden blokken gezien en dit is blijkbaar het kool van deze dimensie. Maar wat ik ook gezien heb al, is dat daar zit een paars blok. Ik hoor een walvis. Dus laten we deze even hakken. Kijk hoe traag het gaat met een diamond pickaxe. Ik hoop dat dit überhaupt werkt. Ja, het werkt. Oeh, Exotic Heart. Zenite heet het. Kunnen we Zenite in het boekje doen. En dat is dus blijkbaar de versie van ijzer in deze dimensie. Moet je nagaan dat er ook nog waarschijnlijk een versie van diamond is. Dus laten we even een goede pickaxe hiervan maken. Even, misschien zelfs een goede axe. Oh, ik heb er maar twee gevonden. Nee, wel meer. Top. Oké, we hebben er drie. Daarvan kunnen we dus blijkbaar een axe maken. Of nee, een pickaxe gaan we maken. Dus laten we ook even van het kool meenemen. Ja, het is heel raar dat kool geel is. Maar blijkbaar in deze dimensie is kool gewoon geel. Ik ga er helemaal mee akkoord. Oké, ik hak alleen nog even deze. En dan ga ik die nieuwe pickaxe maken, want anders gaat wel heel traag met die diamond pickaxe. Oh, die wolken zijn ook zo irritant. Stop met dingen op mij schieten, joh. Dikzak. Sorry, ik liet me even helemaal meegaan met die wolken. Jeetje, het bloed onder mijn nagels. Goed, laten wij even hier dit omsmelten. Werkt dat niet zo? Hoef ik het niet om te smelten? Wacht. Kan ik hier gewoon gelijk een pickaxe van maken? Yo, ik hoef het helemaal niet om te smelten. Let's go. Kijk dit dan. Diamond pickaxe, wegwees jij. Het is tijd om nog meer... Waarom heb ik dan kool nodig? Voor wat heb ik het kool nodig? Oh, stop met... Stop met schieten. Gaat het nu ook sneller? Het gaat wel inderdaad iets sneller. Nog niet helemaal ideaal, maar wel beter. Goed, wat mijn planning nu is, is even minen. Kijken wat voor tools we allemaal kunnen regelen. Kijken of we nog meer van die paarse blokken kunnen vinden. Hoe heet het? Zenite. Die vinden we zelfs... Kijk, daar helemaal aan de overkant zijn paarse. Ik zie alleen maar paarse... Ik ga aan de kant, slime. Je bent heel irritant. Wacht, kom maar hier. Kom, man. Kom, man. Ah! Nee! Ik zit op hem! Laat me met rust! Ik wil niet op je zitten. Oh, ik ga jou nu pakken. Je bent nu de klos. Je bent nu de klos. Hier komen. Oh, hij vlucht ook voor me. Kom dan. Nee! Nee! Oh, we hebben de wolk. We hebben de wolk. De wolk dropt alleen niks. Deze dimensie is gevaarlijker dan je denkt, jongens. En ik heb ook eten nodig. Dus ik denk dat ik ook even wat van deze schapen hier ga slachten. In de hoop dat ik eten krijg. Ja, top. Oh, ze vlucht alleen voor me. Ja, die varkentjes werken trouwens ook wel. Laten we gewoon even ook dat dieren slachten. Eten regelen. Blokken regelen. Weet ik... Valt hij me aan? Ik denk alsof hij me aanviel. Goed, ik ga even aan de slag en dan zie ik jullie terug over zo ongeveer 30 minuten wat voor jullie nu is. Goed jongens, ik ben hier dus op weg gewoon en van alles en nog wat aan het zoeken. En ik zie dat daar een soort van brug gebouwd is en daar ook. En dat heb ik dus absoluut niet gedaan. Heel vreemd. Ik heb een konijn op mijn hoofd, jongens. Nu kan ik hoger springen. Dit is echt een hele rare wereld waar ik in beland ben. Nu kan ik ook geen fall damage krijgen. Ah, dit is top. Waar ik nu dus gewoon hierheen spring, kijk dit. Die konijnen op je hoofd, jongens, wat een uitvinding. Nou, laten we dan maar even hier de mines in gaan. Althans, de mines in gaan, een mine creëren. Werkt dit als torch? Yo, lijpe torches. Hey, we hebben weer van dat paarse ijzer gevonden, jongens. Dat is helemaal top. Oh, dat konijn boven... Oké, wacht, hoe haal ik hem van mijn hoofd af? Hoe haal ik hem van mijn hoofd af?
Ga van me af! Ik wil je... Ja, goed zo. Ga maar even weg hier inderdaad. Ik wil je even niet op mijn hoofd hebben. Wat is dit voor raar blok, jongens? Cold as ice. Huh? Wat is dit? Ice stone. Wat kan ik daarmee? Tijd om het boekje te openen. Ice stone is a common ore that can be used as fuel voor een vriezer. Huh, daarmee kan ik dus blijkbaar lava en zo bevriezen. Oké, heel raar. Ik ga denk ik niet te veel hiervan hakken, want ik weet niet wat ik eraan heb. Ah, het is interessant om te hebben. Hier zijn wel leuke details voor in mijn kasteel. Mooie blokken. De pickaxe is bijna stuk. Wat is die durability? 250 blokken kan ik er maar mee hakken. Dat is echt heel weinig. Jongens, ik heb wat nieuws gevonden. Er is daar een nieuw blok. Die wil ik even ontdekken. Ik wil even kijken wat dat is. Wat ben jij? Wat voor blok is dit? Graphite ore. Oké. Dit is blijkbaar de rare ore. Dit is de meest bijzondere ore. Oké, helemaal prima. Zie, kan ik daar wel een coole pickaxe van maken of zo? Ik weet het niet zo goed. Goed, ik zie jullie wel weer thuis als ik heel veel gemined heb en blablabla, dat we gewoon genoeg tools hebben. Ik zie jullie zo meteen weer. Goed jongens, we zijn weer helemaal veilig thuis hier bij Michael. En zoals jullie kunnen zien hebben wij hele coole tools in één keer in onze inventory. We hebben ook lekker eten dat we hier kunnen gaan opvreten. Het is nog lang niet klaar met smelten, maar dat maakt niet uit. Ik word helemaal gek van deze slime, maar ik heb eindelijk een zwaard waarmee ik gewoon aan de slag kan. Hoppakee, wegwezen. Ik kan nog gelijk nog meer dieren slachten. Oh, wat een heerlijk zwaardje dit, hé. Maak je geen zorgen, Michael. Jou zou ik nooit slachten. Goed, ik heb zelfs nog een beetje over van die mooie Zenite blokken hier. Dus ik zou nog gewoon een Zenite chestplate kunnen maken en een Zenite helmpie. Stoppen we... Oh, de rest is helemaal op. Ik heb ook overigens nieuw hout nodig, maar ik heb gelukkig een nieuwe extra. Kunnen we zo doen, dan zien we er gelijk al een stukje beter uit, dames en heren. Dit ziet er toch helemaal geweldig uit. Kijk nou eventjes. Op een gegeven moment was ik het wel zat. Oh ja, en ik heb 6 van deze blokken uiteindelijk kunnen vinden. Alleen, ik weet niet zo goed wat ik ermee moet doen, want ik kan ze niet, zoals jullie hier kunnen zien, ik kan ze niet hierin stoppen. En dat doet niks. Dat kan niet. Het smelt niet op, of zo. Hou op met nieuwe, Michael! Laten we nog heel even wat hout hakken met de nieuwe axe die we hebben. En oh, dat gaat al gelijk een stuk sneller. Tornado. Ik ben erachter gekomen dat er best wel veel tornado's zijn in deze wereld hier. Dus daar moet je voor oppassen. Ik ben er nog geen één keer ingelopen. Ga ik ook niet doen. Maar ik ben wel heel benieuwd. Hey, jij moet even opzouten nou. Goed, dan kunnen wij een nieuwe chest maken hier in onze basis. Een aantal zelfs. Oh, toppie. 5 kisten. Hey, dat is eventjes top. Dat is eventjes ideaal. Ga ik hier al mijn hout in doen. Hierboven doe ik al mijn bouwblokken, al mijn steen. Ik ga het een beetje, een klein beetje sorteren. Niet helemaal, maar toch een klein beetje. Ik ben er ook achter gekomen dat je normale sticks dus blijkbaar niet kan gebruiken in combinatie met de ores die uit deze dimensie komen. Dan moet je echt deze sticks voor gebruiken. Skyroot sticks. Kijk, als ik hier namelijk, hier kan ik wel weer toortjes mee maken. Wacht eens even. Moet ik niet een furnace maken vanuit Holystone? Nee, wat is een incubator? Wat doet dit? Wat heb ik hier... Aan de kant, Michael. Wat is dit? Oh, is dit serieus? Yo, wacht eens even. Is een incubator... Ben ik hier nou helemaal zelf achtergekomen? No way, wacht. Die hier? Nee, dat kan niet. Ah, jammer. Wacht, die hier en dan die hier. Nee, dat kan niet. Oké, een incubator is heel wat anders. Dan kan ik waarschijnlijk... Dat is iets waar ik eitjes in kan doen en dan komt er een dier uit of zo. Ik heb geen idee. Ik ga even uitzoeken hoe ik die Graphite Ore kan omtoveren tot iets veel mooiers. Want ik wil weten wat ik ermee kan. Oké, ik heb het opgezocht en blijkbaar heb je dus een soort van altaar nodig om met Graphite Ore iets te doen. Dus dat is voor nu helemaal niet belangrijk. Laten we dit gewoon lekker hierin dumpen en dan komen we er later op terug. We hebben in ieder geval even iets betere tools waarmee we nu aan de slag kunnen. Wat ik nu wil doen, jongens. Ik wil, zoals ik al zei, waarschijnlijk een leuk kasteeltje bouwen. Het hoeft niet mega groot te zijn. Ik kan terugslaan. Kom dan. Kom nu. Ik snap nu meer van jou. Nee, ik wil een klein kasteeltje bouwen waar ik kan leven. Want het huis wat ik nu heb, dat ziet er natuurlijk echt heel treurig uit. Dus wat ik dacht, is om misschien hier ergens aan de rand deze bomen weg te halen. En hier een soort klein kasteeltje te... Hou op, joh. Een soort klein kasteeltje te bouwen. Misschien zelfs met een toren die hier overheen hangt. Dat zou wel heel cool zijn. Alleen ik ben bang dat het helemaal fout gaat met die beesten die op me schieten hier. Maar dat is een probleem voor toekomst, Max. Ik denk dat ik nu gewoon heel veel steen moet gaan hakken. Misschien kom ik nog wat oors tegen. En dan is het tijd. En dan is het tijd om een kasteeltje te gaan bouwen. En de enige manier hoe dat eigenlijk natuurlijk kan, jongens, is met een geweldige timelapse. Dus ik zie jullie zo meteen als er ineens een kasteeltje staat. En wanneer ik waarschijnlijk 100 keer naar beneden ben gevallen. In 3, in 2, in 1.
staan hier nu natuurlijk voor mijn prachtige kleine huisje met Michael erin. Michael, je bent veel te dik voor de deur. Je moet afvallen, jongen. Maar we gaan dit huisje achter ons laten. We gaan hem niet slopen. We houden hem wel gewoon. Want wij hebben hier gecreëerd ons geweldige inimini superklein. Hou op. Wegwezen, joh. Super inimini klein schattig kasteeltje. Ik heb ook overal heel veel saplings nog geplaatst. Omdat ik hier een soort van bos wil. En de gedachte achter dat bos is dat ik dan gewoon, als ik hier rondloop, toch nog een soort van kan schuilen voor die irritante stomme poepwolken. Want ik word er helemaal gek van. Als ik iets nu wel heb geleerd, is dat het die beesten echt het ergste is van de eter. Eter? Het ergste van de eter. Maar goed, daar gaat het niet om, jongens. We hebben hier natuurlijk een leuk, gezellig klein pad. En dan komen we hier aan bij mijn kasteel. Het is helemaal niet bijzonder of zo. Het is gewoon eigenlijk een vierkant doos met leuke torens er tegenaan. En leuke details hier aan de onderkant. Dat het op zijn minst niet heel vierkant is. Maar als we dan hier naar binnen gaan, dan kom je in mijn grote hal terecht. Er ligt helemaal geen tapijt, er is helemaal geen decoratie. Ik heb hem gewoon gebouwd en dan kunnen we nu alles erin gaan douwen. Maar goed, als je dan hier naar rechts gaat, er zijn natuurlijk vier torens. En ik heb wel alvast in die vier torens dingen geplaatst. Niet echt decoratie, maar gewoon functionaliteit. Laten we beginnen, want je komt door deze deur dat je dan door kan lopen hier naar de andere kant. Waar we een soort van potentiële brug naar misschien de overkant daar hebben. Maar voor nu gaan we hier weg, want ik ben bang dat ik naar beneden word geslagen. Goed, dan hebben we hier links, oftewel hier rechts als je via de normale deur binnenkomt, hebben we hier in dit hokje, hebben we mijn konijntje. Dit konijntje heeft me tijdens de bouw van dit project echt 100 keer gered. Het voordeel was dat ik hem natuurlijk op mijn hoofd kan doen. En terwijl die op mijn hoofd zit, joh, het is echt geweldig. Ik kan makkelijk op dingen springen hier. Het voordeel is als je door zo'n stomme wolk geraakt wordt. Kijk even voorbeeld hier, ik word geraakt door zo'n wolk. Dan kan je daarna kan je een soort van geen valdamage meer krijgen. Het is helemaal geweldig. Je kan dubbel jumpen hier. Kijk, ik kan een paar keer springen midden in de lucht, waardoor ik heel makkelijk niet doodval. Dus ik dacht, deze maat, jongen, dit konijntje, die heeft me zo vaak gered. Ik ga hem een hokje geven. In plaats van dat ik hem vrij laat, dan sluit ik hem op hier in mijn basis. Dus hij is nu van mij. We noemen hem Michael. Vind ik wel een leuke naam voor hem, om hem Michael te noemen. Goed, dan hebben we tegenover meneer Michael het konijntje. Hebben we natuurlijk hier een klein leeg ruimtetje. Hier wil ik mijn bed gaan plaatsen. En misschien een bed als er een keer ooit een gast langskomt. Je weet het maar nooit in deze werelden natuurlijk. En dat wordt de slaapkamer. En dan aan de andere kant is het vooral functionaliteit. We hebben hier een trap naar beneden. Kom ik zo meteen. Laten we eerst even de trap omhoog pakken. Hoppakee, dan kom je hier namelijk bovenop. En nou, hierboven kan ik altijd nog dingen doen als ik het wil. Maar voor nu word ik helemaal gek van die wolken. Dus ga weg, laat me met rust. Ik ga gelijk weer naar beneden. Moet je nagaan hoe vervelend het bouwen van dit project was, jongens. Ik vloog alleen maar weg. Maar goed, dan gaan we nu even naar de andere kant. En dat is de route naar de kelder. Waar, voordat ik daarin ga, zoals jullie kunnen zien, jongens, heb ik hier een soort van mosachtig blok gebruikt. Dat heb ik volgens mij wel op meerdere plekken aan de voorkant gebruikt. Ja, kijk, er zijn een paar mosachtige blokken. En die heb ik niet zelf gecraft. Ik moest namelijk voor dit project natuurlijk best wel wat steen hebben. Dus ik heb hier een soort keldertje waar ik heen ben gegaan. En dan ben ik hier gewoon heel wat steen gaan hakken. Oh, die gaat mij ook aanvallen. Laten we die even killen. Kom maar hier, jongen. Kom maar hier. Ah, nee. Oh, nee. Ga weg. Laat me met rust. Oh, nee. Nu moeten we 18 seconden wachten tot dit rare effect weg is. Ik ben letterlijk niks aan het doen en ik ben nu gewoon heen en weer aan het lopen. Het is heel raar. Maar goed, terwijl ik hier natuurlijk steen aan het hakken was, heb ik hier beneden een soort van tunnel gevonden. En in die tunnel, ik zal even een toorts plaatsen. Kijk, hier hebben we heel veel van dat mosachtige steen. Ik denk, wat is dit voor rare tunnel? Sowieso kan ik nog heel veel hakken hier. Maar volgens mij leidt dit naar een soort van tempel. En het ding is, ik wil er momenteel nog niet helemaal kijken. Wel wil ik dit hier hakken, want dit is altijd welkom. Nee, het ding is, ik wil dit allemaal hier nog helemaal niet ontdekken. Dus we laten dit nog heel even met rust. Maar ik denk dat er onder mijn kasteel dus een soort van tempel zit. Maar ik ga snel maar weer naar boven. Die mosblokken zijn leuk, die kan ik voor decoratie gebruiken. Wat zijn mosachtige blokken. En het is heel raar dat er dus onder mijn kasteel een megatempel zit. Goed, voor nu heb ik alleen één klein kistje hier staan. Maar wat ik eigenlijk wil gaan doen, jongens, is even al mijn spullen uit mijn mega villa daarboven hier naar binnen brengen. En Michael het schaap even natuurlijk hierheen brengen. Dus laten we even... Oh, ik heb al veel kisten. Hé, wacht, ik ga eerst even al het... Aan de kant, Michael, dikzak. Eerst eventjes alleen maar kisten maken. Zo. Heb ik nog meer hout? Nee, niet genoeg in ieder geval voor kisten. Dan gaan we deze gaan we slopen. Denk ik dat ik deze ook wel kan slopen. Juist. Neem mijn bed mee. Mijn furnaces kunnen dan mee. En de rest komen zo ophalen. Jou kom ik ook zo ophalen, Michael. Dan kunnen we hier namelijk helemaal vredig gewoon gaan wonen ineens. Ik denk dat ik mijn kisten hier wil gaan doen. Oh, dat is niet helemaal de bedoeling wat ik nu doe. Oh jawel, dat is wel de bedoeling wat ik nu doe. Ja, dan kunnen we zo... Bonk.
kunnen we dit hier naar beneden brengen. Zo. En dan kan ik hier wat kisten plaatsen. 1, 2, 3, 4. Oh, dit is heerlijk, hé. En dan hier komt ook deze. En dan hier dit. Ja, dan heb ik alleen nog even wat extra hout nodig. Oh, dit is helemaal heerlijk, jongens, wat we hier aan het doen zijn. Laten we dan gelijk eventjes mijn spulletjes een beetje sorteren. Gewoon een klein beetje, maar dit is... Ede dirt ziet er voor een of andere reden een beetje blauw uit, maar dit is gewoon dirt. Nou, we gaan in ieder geval een klein beetje sorteren. En mijn bedje gaan we hier plaatsen. Dan hebben we in ieder geval een slaapkamertje gecreëerd. Dan wil ik daar ook mijn gekke tools hebben. Dus althans mijn gekke tools, mijn gekke soort hulpblokken. Dus een mooie crafting table. We kunnen hier nog een leuk ding zetten. Dan wil ik daar eigenlijk... ja, daar wil ik ook nog een kist hebben. Maar ik heb geen hout meer op het moment. En ik wil mijn bomen buiten niet hakken, want dat zijn decoratiebomen. Goed, laten we nog heel even wat hout hakken. En dan ga ik hier gewoon mijn kistenkamer even afmaken. En dan zie ik jullie zo meteen terug. Want we hebben veel belangrijkere dingen te doen dan dit aan jullie te laten zien. Het wordt namelijk nog erg gevaarlijk ergens deze aflevering. Maar dat wordt zo meteen helemaal duidelijk waarom. Eerst even hout hakken en mijn kistenkamer afbouwen. Goed, dames en heren. De kistenkamer is zo goed als af. Ik heb uiteindelijk veel te veel kisten neergezet. En barrels, weet ik wat allemaal. Kijk, die furnaces zijn wel handig hier, maar dit hier is allemaal leeg. Al deze dingen hier zijn allemaal leeg. Ik heb letterlijk maar een paar kisten hier gebruikt, omdat ik helemaal natuurlijk niet zo extreem veel spullen heb. Maar wat ik ook leuk heb kunnen doen, ik heb trouwens een paar itemframes, want ik had 4 leer. Nou, helemaal dikke prima. Maar wat ik graag wil doen, ik heb natuurlijk hier nu staan Michael en Michael. Alleen de ene Michael is er maar, dus de andere Michael mist. Dus laten we even kijken hoe wij dat schaap heen en weer kunnen lokken. Ik heb namelijk geen idee of dat met wiet moet. Zo ja, ik heb helemaal geen wiet hier. Heb ik zaadjes? Ik zou letterlijk wiet kunnen maken en het testen. Wacht, dat gaan we even doen. Laten we gewoon even simpel een normale ijzeren hoe maken. Ik heb nog boommeel. En wat ik heel eventjes kort ga doen, is kijken of ik hier überhaupt kan farmen. Zo, zo en dan. Ik kan hier farmen, oké, dikke prima. Dan heb ik wiet, dan wil ik er nu even achterkomen. Kan ik met normaal wiet gewoon die gekke schapen uit deze dimensie lokken? En koeien ook, want dan kunnen we ze gewoon ook allemaal naar binnen brengen. Kom maar hier jongens, nee niet jullie, niet jullie, ik bedoel Michael. Ben jij hier blij mee Michael? Volgens mij niet hè, volgens mij boeit dit jou niet zoveel. Wacht, hier, ik heb wiet. Vind je dat interessant? Ik heb het gevoel dat Michael niet zoveel boeit. En die koe hier dan? Jou wel? Nee hè, jullie houden helemaal niet van wiet. Oh, wacht even. Dan moeten we Michael nog heel even opsluiten. Kom zo terug, Michael. Ik ga even uitzoeken hoe... Wacht, ik ga even uitzoeken hoe ik dit moet doen. Hoe lok ik jou? Oké, blijkbaar heb ik dus bosbesjes of sinaasappels nodig. Heel random. En die blijken dus aan bomen te groeien. Dus laten we even kijken of we die bomen kunnen vinden. Konijntje, hier komen. We gaan op pad, Michael. Ik heb je even nodig. Kom even hier, Michael. We gaan weer even samen gezellig op pad. Gaat heel leuk worden. Blijkbaar werkt wiet dus helemaal niet. Oké, dus dan heb ik ook niks aan het wiet. Kan ik gewoon gelijk weggooien. Weg ermee. En die ho... Nee, die ho houden we wel nog eventjes. Waarom heb ik al mijn ijzeren zo bij me? Nou, het bos is langzaam al gegroeid. Dan gaan we even omhoog vliegen. Ik denk dit soort bomen, dat ze zijn. Ja, kijk, daar zitten inderdaad dingetjes in, jongens. Ja, dat is het. Oké, Michael. We hebben een avontuur dat we moeten gaan beleven. Ik neem even 2 van deze blokken mee. Eentje dan kan ook. Dan gaan we even kijken. Heb ik blokken dan om terug te komen? Nee, dat heb ik niet. Dus laten we even meer van dit regelen. Dan kunnen we heen en weer vliegen. Oké, Michael, dit kunnen wij. Ik misschien is het heel stom op welke manier ik dit doe, maar... Die boom daar moet makkelijk te doen zijn. Oké, komt-ie. Zo, juist, Michael, let's go! Oké, dan gaan we naar deze boom. Even af en toe een bespringen dat we voorzichtig landen. En ik gok dat dit de bestjes zijn... Wat zijn dit? White apple? Nee! Nee! Dit is iets anders. Het zijn witte appeltjes. Dat heb ik helemaal niet nodig. Denk ik. Misschien kan ik ook breeden met witte appeltjes. Ik weet het niet. Laten we deze hele boom maar even omhakken. Ik denk wel dat mijn egg stuk gaat. Oké, dat is heel jammer. Moeten we met de hand gehad verdammen. Ik moet wel allemaal weghakken, anders ziet het er natuurlijk lelijk uit. Hé, ik heb ijzer bij me. Laten we even een ijzer ex maken. Dat is waarschijnlijk echt mega traag, maar het is beter dan niks. Hier, hoppakee. Het is beter dan niks, jongens. Een ijzer ex. Het voelt echt alsof het niks is. Alsof het letterlijk niks doet. Oké, Michael, het is tijd om terug te gaan. We hebben maar één kans hierop. Komt-ie. Heb ik vrij spel? Ik heb vrij spel. Komt-ie. Ah, ja, dit werkt helemaal perfect, jongens. Dit is ideaal gewoon. Kijk nou. Kan gewoon heen en weer bouncen. Maar goed, laten wij even op zoek gaan naar bosbesjes en of sinaasappeltjes. Ik wil die dingen kunnen breeden natuurlijk. En dit zijn appelbomen. Ik denk niet dat ze echt fan zijn van appels. Nee, die kan ik wel zelf eten. Oh, jeetje. Remedy? Oh, oké. Okay. Ik moet ook echt wel eten gaan regelen. Kom dan, jongen, hier. Boom! Ik ga je pakken. Oh mijn god, als ik deze heb, als ik deze heb. Uah! Kijk, hoppakee. Ik ben op zoek naar sinaasappeltjes en naar bosbesjes, maar ik vind daar in de verte een megatempel. Daar ga ik niet heen, maar het is wel interessant om te weten. Ja, dat is het, denk ik, jongens. Daar hebben we er eentje.
naar de overkant. Oh god, red ik dit? Ja, dit red ik. Ah, hier zijn er heel veel zelfs. Kijk, en deze kan ik slopen. En daar krijgen wij uit... Wat is dit? Een blueberry, juist. Kan ik deze ook nog slopen? Ik kan een schaar maken. Misschien dat ik hem dan meeneem. Yo, nice. Dan kan ik hem meenemen. Dat is echt ideaal. Dan kunnen we een farm ervan maken. Oké, ik heb 18 van die blueberries inmiddels. En ik heb die bushstammen ook. Waardoor ik waarschijnlijk zelf die dingen kan maken. En ik denk niet dat ik dan ook nog sinaasappeltjes nodig heb. Er stond online dat één van de twee goed genoeg was. Dus laten we nu maar snel naar huis gaan. En dan kunnen we even wat animals gaan breeden. En dan hebben we gewoon lekker ook wat te eten. En alles wat ik onderweg tegenkom, nemen we natuurlijk mee. Maar boom! Jeetje, dit is echt helemaal top. Kijk, daar is mijn portal. Dat betekent dat we dicht bij huis zijn. Ik kan gewoon letterlijk met dit konijn naar huis vliegen, denk ik. Nee, oh, 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 konijn. Konijn. Konijn, spring. Konijn, spring! Oh, hij deed last minute nog één keertje. Oeh! Oké, er zit dus wel een cooldown op. Daar moet ik voor oppassen. Houden die varkens hier... Oh, die varkens houden er ook van. Kom maar, varken. Neem ik jou ook gelijk mee. Ik neem jullie allemaal mee. Koeien, kom maar. We zijn als het goed is hier overheen is thuis, dus... Kom maar allemaal mee, gezellig. Nee? Alleen jij? Oh, weet je, ik regel wel daar nieuwe. Anders moet ik jullie helemaal hier overheen. Dat gaat echt een poepwerk worden. Oh, we zijn weer thuis bij het bos. Ja, het bos ga ik denk ik wel kapot. Bos vind ik eigenlijk niet zo mooi. Maar het belangrijkste, jongens. Laten we eerst deze killen, want ik wil Michael niet verwarren met een verkeerd schaap. Jij moet even weg. Het belangrijkste van het belangrijkste. Michael, kom gezellig mee. Kom maar, jongen. Ik ga je naar huis brengen. Kom mee, jongen. Dikzak. Nee! Huh? Michael, niet de lucht in! Volgens mij springen die schapen als ze bang zijn. Oh mijn god, hij is weer gaan springen. Hij is weer gaan springen. Michael, dit ga je me niet aandoen, toch? Oh, elke keer dat hij moet springen in het algemeen doet hij dat. Oh, dat snap ik hem. Oké, laat maar. Hij springt niet als hij bang is. Hij springt als hij moet springen. Dus als wij nou gewoon een route voor hem bedenken dat hij niet meer hoeft te springen... dan gaat het als goed is goed. Kom maar, jongen. Je hoeft niet te springen. Je hoeft niet te springen. Het is helemaal goed de route die we hebben. Kom maar hier. Kom, kom maar. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Kom maar gezellig mijn huisje in hier. Ik zal even dit voor je slopen. Niet springen, alsjeblieft. Kom maar gewoon gezellig naar binnen. Ja, kom maar, kom maar. Ja. Oké, het kan niet meer fout gaan. Michael is in ieder geval binnen. Dan gaan we nu even hem naar het hokje hier brengen. Samen met andere Michael. Kom maar, jongen. Voel je thuis. Oh, het heeft gewerkt. Het heeft gewerkt. Kijk ze nou. Michael en Michael met z'n tweeën. Hier krijg je gelijk een dingetje van me. Als beloning. Het konijntje ook? Oh, nee. Het konijntje die wil ik niet op mijn hoofd. Hier, jij krijgt ook een dingetje. Hebben jullie samen, kunnen jullie ervan genieten. Helemaal top dit, hé. Maak er nog even opnieuw een goede ex. En dan zijn er nog een aantal dingen die ik moet regelen. En dat ga ik heel snel doen. Ik heb eten nodig, oftewel ik moet een klein dierenfarmpje maken. En ik wil dat mijn armor compleet paars is. Maar gelukkig zijn we er heel snel in 3, in 2, in 1. Tot zo. Jongens, daar zijn we weer. Zoals jullie kunnen zien hebben wij heel wat eten in onze inventory. Het is helemaal top. Ik heb kunnen minen, wat betekent waardoor we ook helemaal de paarse armor hebben. Ik heb inmiddels een paar nieuwe tools moeten creëren. En ik heb hier natuurlijk nu mijn prachtige farmpjes, zoals jullie kunnen zien. We hebben hier een aantal koetjes en biggetjes en weet ik wat allemaal. Ik heb al heel veel dieren natuurlijk onderweg ook geslacht. Gelukkig hebben we er nu in ieder geval genoeg om hier aan de... Hou op, Wolk! Laat maar met rust! Om aan de slag te gaan. We kunnen dit slopen en dan elke keer daar nieuwe bestjes uit krijgen. Dat is ook helemaal top, deze farm. En dan met die bestjes kunnen we hier naar binnen. Oppassen dat ze niet ontsnappen. En als het goed is, kan ik dan blijven breeden. Kom maar hier, jongens. Lekker even weer hatsenbatsen met elkaar. Hé, hey, helemaal top, hé. Hey. Willen jullie ook nog eventjes? Oh, sorry, mijn bestjes zijn op. Goed, dan is dat gedaan. En de reden waarom ik zulke sterke armor wilde en wat meer eten... is omdat ik zo meteen bezoek krijg. Ja, ja, jongens. We gaan hier bezoek krijgen in ons kasteeltje. Dus ik ga alles even netjes opruimen. Michael, ik... Ach, hey Michael. Ik verwacht dat jullie op jullie beste gedrag zijn vandaag, oké? Ik wil dat jullie gedragen, goed zijn en rekening houden met onze gast, oké? Prima. Nou, laten we dan maar even wachten, want we krijgen bezoek. Hey! Hey! Hey, joh, wat gezellig! Michael, ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor, ja. Althans, ben ik er klaar voor? Nee, wacht even. Oh. Even wat regelen. Oké. Nu ben ik er klaar voor. Oh ja, dat ziet er een stuk beter uit. Hoe heet die jouwe? Michael, en dit is hier, dat schaap is ook Michael. Het zijn Michael en Michael. Wauw. Ja. Ik heb alleen nog maar schapen vermoord eigenlijk.
Oh ja, ik heb toch eentje gewoon gehouden voor de gezelligheid. Oké, okay, wel een tip. Wat vind je van mijn kasteeltje? Ja, ik vind het een heel leuk kasteeltje. Ja. Ja, toch? Ja, ik wil nog wel even een tip geven over dat schaap. Nou? Kijk, ik heb dus een hele vette cape. Oh, jeetje. Wow. Ja. Oké, okay, wat kan je ermee? Geen idee, maar je hebt er wel 6 wol voor nodig. Wacht eventjes. Dit gaan we even regelen. Ik heb wol. Hoe kom je aan dat wol dan? Michael en ik hebben een afspraak met z'n tweeën. Hij deelt zijn wol met mij af en toe. Hoppa! Nee, joh, wat gaaf. Wat ontzettend gaaf. Ja, helemaal leuk. Maar we gingen wat doen. Wat spannend. Ja, iets heel spannends. Ja. Heb jij iets om mee te reizen? Nee. Ja, een soort van wel. Maar ik wil jou wat laten zien, want wij gaan natuurlijk ergens naar iets spannends toe. Ja, het wordt echt spannend. Ja, ik heb hier een keldertje natuurlijk. En ik was zo natuurlijk voor dit kasteel heel veel steen aan het hakken. Natuurlijk. Oh, mooi keldertje. Oh. Ja, maar toen ben ik ineens hier terechtgekomen. Ik weet niet of dit iets interessants is. Of dat het misschien een reistijd kan schelen. Nee joh, dat is precies wat we zoeken. Echt? Naar beneden? Oké, okay, maar dan blijft Gregory gewoon even voor je deur zitten. En dan gaat het allemaal goed. Ja, maar dit is top toch? Dit zit gewoon onder mijn kasteel. Of helemaal niet zo ver, weet ik wat allemaal. Oké, okay, nou, let's go dan maar. Nou, dat ging echt sneller dan verwacht. Dat scheelt heel veel reistijd. Ja, hoe heet het? Ik heb dus ook dit. Jeetje, wat is dat? Een pistool? Ja, daar kan je mee knallen. Kijk, wacht. Jeetje! Oh, die darts zijn dat, of niet? Ja. Heb ik helemaal zitten enchanten in mijn altaar? Ja, ik ben veel te veel tijd gestopt in dat kasteel. Veel te veel... Kijk uit! Ah! Wat is dit? Dat is een blok. Hij doet niks. Totdat je dichterbij komt, denk ik. Oh, hij beweegt alleen als wij bewegen. Oh, er komt er nog één. Nee. Oh, wacht, laten we ze maar even pakken. Hé, ze droppen op blokken. Oh, het worden er steeds meer. Oh, jongens. Oh, explosies meteen. Rustig aan. Jeetje, het lijkt een short net binnen. Oh, explosies. Oh, het gaat nog wel goed met Michael, zie ik. Ja, daarom. Moet oppassen even met Michael. En hoe heet die van jou, Kevin? Die van mij heeft geen naam, want ik raak ze steeds kwijt. Dus ik moet elke keer een nieuwe. Oh, dan is dit ook Michael. Maar dan schrijf je het weer anders. Dat is goed. Nou, zullen we een beetje verder gaan? Kijken wat we kunnen vinden. Dat is spannend. Ja, wees wel voorzichtig, want kijk, aan het einde staat echt een hele grote vriend op je te wachten, geloof ik. Jeetje, dat lijkt wel mijn mailbox. Maar we kunnen hier natuurlijk wel gewoon even looten. Ja, daarom. Even kijken. Dit is zo te zo. Ik oprecht niet verwacht. Pas op maar, eet je op. Nee, ik had het oprecht niet verwacht. Hey, moet ik nou al zitten slaan hier? Ja, dit gaat hartstikke goed. Hey, ja, vind ik leuk om te zien. Hier, die zijn voor jou. Oh, top. Kan ik lekker knallen. Ja, het zijn wel dus allemaal verschillende weer. En deze heb ik dus weer niks. Oh. Deze zijn met poison. Ik vind het mooi dat Gregory... Nee, niet Gregory, ook Michael. Naar beneden kijkt bij jou ook. Als je naar beneden kijkt. Kijk mee, zeg maar zo. Weet je wat irritant is? Dat soms dan zit ik wat te vertellen aan de kijkers. En dan kijk ik naar boven. en je kan ook niet, meer fatsoenlijk een boom hakken. Want dat is heel irritant. En als je hem even af doet, rent hij gelijk weg. Dat is ook precies. Daarom heb ik elke keer een andere. Dan gaan we meteen vandoor. Oké, waar gaan we heen? Laten we eerst naar links gaan, even die gast ontwijken. Ja, okay. Nu mag jij die kist openen. Ja, is goed. Ik ga het je weer aanvallen. Even kijken welke loot hier allemaal in zit. Hoi! Hoi! Dat is irritant, er zit gewoon geen loot in. Hey joh! Wat valt er mee? Kijk, hebben we weer andere pijlen? Heb je weer niks aan? Dit zijn de gouden. Die kan je enchanten en dan krijg je de enchant. Oh, jij kan alleen... alleen enchanted gebruiken. Ja, want ik heb een enchanted dart shooter. Ah. Wat een spel, hè. Wat een dimensie. Hé, hey, hier zit wel loot in. Jeetje, geweldige loot dit. Oeh, ik neem het wel gewoon mee. Rommelkist. Mag jij die planken, hè? Hebben we eerlijk verdeeld? Ja, ook heel graag inderdaad, die planken. Die drie planken. Hé, hey, deze blokken, die kunnen we gewoon hakken, toch? Ja. Zeker. Ik heb die nodig voor mijn schoorsteen. Dan help ik wel eventjes, jongen. Ik help wel eventjes met je schoorsteen. Is belangrijk, is erg belangrijk. Het zijn best mooie blokken, eigenlijk. Jeetje, wat gebeurt er allemaal? Ja, ik weet ook niet wat er allemaal goed. Zal ontploffen dan ineens? Kom maar, kist. Hier. Weer zo'n kistie. Het valt wel mee, moet ik zeggen. Dat hij... Ja, een ring. Oeh, een ring. Heb jij al van die ringen? Ik heb al een ring. Ik heb er twee, maar ik heb dus ook... Kijk, deze. Wat doen die ringen? Jeetje. Ik heb geen flauw idee, maar dit is een ijsring. Dat is ijsring, vet, toch? Hè? Ja, die is wel vet. Ja. Ik ga ook wel deze ring gewoon omdoen. Zo, ik ga mijn YouTube-naam ook veranderen in de ijskoningin. De ijskoningin ook echt. Oh, deze hebben we al gehad. Oh. Ja, die hadden we al gehad. Ik denk, dus zweefde deze kist. Kom maar, hé. Weer? Ja, ik weet ook niet wat al die kisten. De loot erin is toch niet bijzonder, dus dat maakt allemaal niet uit. Jeetje. Nou, ik heb gewoon een Zena Gemstone. Ja, daar kan je weer gewoon één schep van maken. Daarmee kan je een Harry Potter veranderen. Ja, je hebt een toverstaf, toch? Ja, dat is handig voor Gregory. Als ik die toverstaf op Gregory doe, dan gaat hij zitten. Jeetje. Ja, luister. Goed, inderdaad. Hey, als het goed is, zijn we er bijna, want dat is de grote man daar. Hebben we alles al gezien? Zenite zwaard. De loot. Jeetje, neem jij die pijlen maar. Ik neem die pijlen. Mag jij het zwaard? Ja, mijn zwaard is toch bijna stuk. Ja, maar je gebruikt hem ook heel vaak, zie ik. Ja, ik ben wel echt heel gevaarlijk om met dit zwaard.
Volgens mij hebben we alles. Als we nu gewoon... Ja, ik ren hier even een rondje, want dat kan gewoon. Nee, dat kan gewoon inderdaad. Oké, durf je het aan? Ja, als je... neem die pijlen nog even mee hier. Moet ja, we niet zijn hier samen. En we hebben vet goede armor. En ja, jij twee zwaarden. Ik ben helemaal klaar voor. Nou, let's go dan maar, let's go. Wat we gaan komen eens twee van die dingen. Je moet een beetje afstand houden, denk ik. Voor ze ontploffen. Oké, dat ging goed. Oh ja, ze ontploffen inderdaad. Gaat hij ons aanvallen? Het is een mailbox. Hij doet niks. Kun je hem openen? Ik durf niet zo goed. Doe jij het maar. Ik ga eerst op hem staan. Ga jij hem smaken? Ja, komt ie. Smek hem. Boom. Huh? Met een pickaxe. Oh, ze moeten hem eerst slopen. Ah! Oh, dan hebben we al die zwaarden voor niks, joh! Nee, we moeten hem inderdaad alleen met de pikken. Ah! Hij heeft echt een groot oog. Jeetje. Oké, je moet een beetje oppassen. Oh. Hij doet vet veel schade. Hij doet echt best wel wat damage, ja. Oké, met de pickaxe. Dit is te doen. Hé, hey, volgens mij is Michael gestorven. Nee, Michael en Michael allebei. Oh, nee. Oh, dit is wel heel... Hey, de uitgang is ook weg trouwens. Oh, ik weet nu wel hoe je aan string komt. Want daar liep ik een beetje tegenaan. Maar je moet dus konijnen vermoorden voor string. Nou, heel droevig eigenlijk. Auw. Ja, dat is echt helemaal niet leuk. Oh, ik wou met mijn Michael mee. Hij is vet sterk. Wacht, ik ga even eten. Ik heb allemaal steak geregeld hiervoor. Ja, ik ook. Ik ben heel goed bezig geweest. Kom maar. Oh, nee. Mijn pickaxe. Jeetje. Het grote oog ook erop. Dit moet te doen zijn met z'n tweeën. Hij is best wel sterk. Ja, we moeten hem goed ontwijken. Waarom moeten we nou met een pickaxe? Oh. Dat is wel weer heel raar. Auw. Auw. Het is echt een sterk ding. Gaat weg met je oogballen, joh. Oké, ik denk wel dat we dit hebben, maar ik het is wel spannend. Dit moet wel goed komen. Het af en toe heb even naam... pijn. Wacht, wil je heel even die naam lezen? Wacht, sorry. Jeetje, die naam. Oda Seinaltalarilla de Slider. Dat kan wel cool. Oh, hij is aan het knipperen. Hij is aan het knipperen. Oh, pas op, knipoog. Hij vindt je leuk, volgens mij. Auw. Auw, waarom focust hij mij? Hij is wel een beetje op jou gefocust, ja. Dat is eigenlijk best wel chill. Als jij nou gewoon wegrent. Ja, ik ren gewoon weg, kom maar. Dan ren ik achter hem aan. Hij wordt sneller, voor mijn gevoel. Ja, hij wordt zeker sneller. Oh, nu is hij boos. Oh. Nu is hij boos. Nu wil ik niet dat hij me aanraakt. Hij gaat verder omhoog. Weet je, nu naar beneden. Wat Tetris. Oké, hij doet nog niet zeker heel veel damage. We hebben hem bijna. Hoe is mijn armor? Oh, die houdt het ook al vol. Oei, joh. Hij heeft me wel vaak geraakt. Hij is bijna dood. Ja, we hebben hem bijna inderdaad. Oh, daar gaat hij. Komt hij? Ja! Let's go! Oh, een sleutel. Let's go. Een sleutel? Jeetje, ik vind de muziek ook wel heel leuk. Ja, dat is een goede tune. Victory dansje. Pak jij de sleutel erop. Wat kunnen we ermee? Oh! Wow. Dat is een kissie. Een stenen kist? Ja. Zou ik die sleutel daar... Wacht, ik probeer eerst gewoon... Zonder sleutel doet hij het niet, je hebt hier inderdaad een sleutel voor nodig. En die heb jij, hè? Ik heb die, wacht. Ik ga hem nu... Ben je er klaar voor? Ja. Niet snel alles looten, hè? Nee. Okay. Ik ben heel voorzichtig. Oké. Wow! Dit is op weg best wel cool, gewoon. Een hamer. En Neptune gloves. En... Oké, zullen we dat verdelen? Oh, we hebben ook een ketting. En hele ketting? Gekke zwaardjes. Oh, ja. Gekke allemaal daggers lijken het wel. Okay, we kunnen sowieso allebei één blue gummy sweat. Wat is blue... Oh, blue gummy sweat. Ja, wat ik is heb dat? Geen idee wat dat is. Het lijkt wel een gezichtje op. Oké, dan kunnen we allebei twee daggers meenemen. Drie zelfs, allebei drie. Oké, ja. Dat is ook prima. Dan, jeetje, nu wordt het spannend. Allebei één pijl. We hebben hier niet zoveel pijlen. Dat is best wel handig eigenlijk. Nee, daarom, dat scheelt. Ja, wat gaan we doen? Jij mag die blokken hebben. Die zie je. Neem die er ook bij, gelijk. Oké, chill. Ja, ga ik zo meteen nog eventjes mijn schoorsteen in elkaar zetten. Jeetje. Weet je, jij mag die hamer wel. Ik vind dat wel echt iets voor jou, die hamer. Ja, die mag je hebben. Neem ik wel de ketting. Ik weet niet wat die doet. Ik weet ook niet wat die hamer doet, maar het is wel heel cool. Staat hij me? Wacht even. Ik zie... Ja! Oh, ja! Oh, jeetje! Ja! Staat hij een beetje? Ja, staat echt heel erg goed. Oké, ik zal je niet hameren. Nee, oké. Ja, die schoenen hebben we natuurlijk allebei al. Ja, dat was een beetje die schoenen maakt niet uit wie die krijgt. Dus iemand neemt de bokshandschoenen. Welke wil jij heel graag? Kies maar. Van de schoenen. Jij wil denk ik de bokshandschoenen liever. Dan die neem ik de schoenen. Die staan wel heel goed bij mijn handje, denk ik. Want die is al blauw. Ja, oké. Okay. Ja, doe maar. Ja. Jij kan hem niet. Ja, nee, dat is top. Dan neem ik die schoenen. Dat is wel top, hè? Ja, neem jij die schoenen. Dat is prima. Ik moet hier even uit. Dan ga ik eventjes een rondje draaien. Een rondje draaien voor de kijkers. Jeetje, allemaal gekke dingen. Je neemt deze pijlen ook nog maar. Allemaal gekke dingen. Dat kwam door die cape, denk ik. Kijk dan zo. Ja, dat komt door die cape. Oei. Oh, jij draait ook even een rondje. Ja, ook even. Ja, ga ervoor. Hé, dit was leuk. Maar er is nog meer te doen, toch, uiteindelijk, dan dit? Nou ja, dit is eindbaas 1. Ja. Ik wist ook niet zo goed of ik hem eindbaas moest noemen, omdat het de eerste eindbaas is. Ja, oké, dus het was beginbaas. Ja, en als ik het goed heb, dan zijn er nog twee.
Oeh, dus dat worden nog twee. En ze worden het ook eens moeilijker. Ja, ook dat nog. Jeetje, dit wordt wel heel spannend. Maar ik vond lopende kisten en blokken die ontploffen, vond ik toch wel gek. Ja, en ik heb nu dus een hamer. En jij hebt een hamer, inderdaad. Hij schiet dingen gewoon! Ik kan gewoon vlammen ermee! Jeetje! Of test hem op mij. Ik wil even kijken hoe je weet werkt. Zeker? Ja, van je wel. Kom goed. Ik heb een ketting om. Oh, ja, dat is waar. Oké, ik mik precies tussen je ogen. Ja. Oké. Ja, één hartje. Oké, nou, dat is goed genoeg. Dat is goed genoeg, want je hebt allemaal armor aan en een cape om. Dat is meer schade dan dat grote mailbox ding deed net. Hey, heb jij je huis al ingericht eigenlijk? Soort van. Wil je het zien? Ja, want ik heb een beetje moeite met inrichten. Dus ik kom graag even kijken voor inspiratie. Ja, kijk. Ik heb heel... het minimaal, hoor. Nou, ik heb trouwens... Ja, jij mag de beslissing maken of het ingericht is. Dit is mijn open leefruimte. Ja, mooi. Ja. Dit is mijn behal. Ook al zo mooi. Ja, jeetje. En hier in mijn kistenkamer. Dit is alleen een beetje ingericht. Die is wel echt heel goed georganiseerd. Ja. Je hebt een grotere kistenkamer dan ik. Maar ik gok eventjes dat... Oh, daar zitten wel allemaal spulletjes in. Nou, dit is de enige die vol is. De rest is allemaal leeg. Oh. Zo vermoed had ik al. Dit is mijn logeerkamer ook. Wauw, wat een mooie kleur bed. Ja, cool hè. En dit is mijn logeerbed. Want ik wist dat ik misschien ooit een keer bezoek zou krijgen. Ja, maar ik wil helemaal niet blijven slapen. Het is fijn, maar ik ben heel erg gehecht aan mijn eigen bed. Ja, dat snap ik. Oh ja, hier was Mike. Ah, trouwens, dit is nu gewoon Michael. Ach ja, die konijntjes. Dat is wel echt heel... Oh, dan wordt de reis terug ook gevaarlijk. Ja, inderdaad. Ja, je vindt vast wel een nieuwe Michael ergens. Maar er is nog meer. Ik heb ook nog... Moet je zien? Komt-ie? Boom, een heel groot dakterras. Wauw. Ja. Echt heel lekker zitten bouwen. Ja, mooi hè? Ja, alleen de wolken moet je wel voorop passen, want die schiet op ons. Ja, de hele tijd. We worden er helemaal gek van. Jongen. Echt heel vreselijk. Ik vind ze erger dan Phantoms. Ik had er ook precies die vergelijking al gemaakt. Jeetje. Maar je bent wel veilig op het dak hier, hoor. Ja, maar ik kan ze nu smaken met mijn hamer. Oh. Die hamer die gaat je echt helpen, inderdaad. Oh. Dit is echt geweldig. Een challenge gehaald. Let's go. Ultimate banhammer. Ook een challenge. Wil je ook even schieten? Ik wil ook even schieten. Komt ie? Boom. Wil je wel raken dan, alsjeblieft? Boom. Hoppakee. Hey, wil je mijn huis ook zien? Ja, ik wil even gezellig mee. Oké, ik ben alleen vergeten waar dat is. Nou, maakt niet uit. Kom maar goed. Oh nee, laten we even niet via de trap gaan, want we hebben geen konijnen meer. Oh, ik mis mijn konijn nu al. Ik ga wel even mijn goede nieuwe spullen ga ik even snel wegleggen, hoor. Ja, en maar heb jij al een vogel? Nee. Ik ben vogels gedood, dat wel. Oh, dat is ook wel gaaf. Heeft ook wel iets, toch? Wow, wacht even. Dit heb je nog helemaal niet laten zien. Ik dacht dat je hier vandaan kwam. Nee. Ik kwam via de voordeur gewoon. Dit is de voordeur. Nee, dit is de achterdeur. Jij kwam via... Dit is je achtertuin. De gevaarlijke kant. Ja, dit is mijn farmpie met mijn diertjes zo. Hier kan ik eten. Ja, wat handig, joh. Ja. Ja, voor de steek. Voor de steken, de vleesjes en weet ik wat allemaal. En dit is gewoon natuurbos, helemaal zelf aangelegd. Ja, ziet er goed uit. Ja, leuk hè? Nice. Goed, ja, maar waar is Gregory? Gregory zit dus aan de voorkant te wachten. Huh? Voorkant? De achterkant? Ik dacht echt dat dit de voorkant was. Hoe ben jij hier terechtgekomen, aan deze kant? Maar jij hebt dan ook niet gezien hoe ik aankwam op Gregory? Nee. Wacht, ik laat het je even zien. Ben je er klaar voor? Dit is echt geweldig. Heeft een ei gelegd. Hier, neem een ei. Leuk. Staat hij nou of zit hij nog? Hem eten? Oh, wacht, hier. Ga even staan, Gregory. Oh. Oké, een momentje, ja? Kijk. Ja. Hatsa! Oh, joh, je kan gewoon vliegen! Hij kan 8 keer zo fladderen en dan moet hij weer landen. En dan moet hij echt even rusten, toch? Ja, maar hij kan ook sneller landen. Kijk, wacht. Dit is echt heel cool. Ja, dat is echt heel cool, want nu... Anders had ik jou nooit gevonden. Nee, natuurlijk, hé. Jeetje. Maar je hebt wel echt zo'n vogel nodig. En dan moet je... Kan je in... Oh! Dat bedoel ik. Ja, ik heb wel een andere manier hoe ik bij jou kan komen. Hoe ik tot nu toe aan het reizen was elke keer. Hoe dan? Ach, dan heb ik weer even een nieuwe Michael nodig en wat blokken. Hier, ik gebruik die blue air cloud. Komt die? En dan hebben we een Michaeltje nodig. Ja, die kunnen we hier natuurlijk wel even vinden. Die vinden we gewoon even snel. Heb je wel eens... Er komen af en toe dingen uit die tornado zetten. Heb je dat al eens gehad? Ik dacht dat dat uit mijn eigen inventory kwam. Ik kreeg een zandblok. Een zandblok en flint heb ik gekregen. Ja, ik kreeg een houtblok. Dit is wel heel stom. Geen konijn. Geen ergens konijn. Net als je ze nodig hebt. Dat is heel stom dit. Hallo? Oh. Ja. Oh, waar? Waar ben jij? Ik hoor je. Oh, ik ben door een beest geraakt. Hallo? Hallo? Werd je geknald? Ja. Oh, daar ben je. Oh, je hebt een pijl in je hoofd. Oh, je bent gepoisoned. Moet je zo'n appel? Ja. Neem zo'n appel, hier. Oh, zo'n witte appel, ja. Die heb ik nodig. Oh, oké. Nu gaat alles goed. Waar zijn ze? Ja, hier. Hier zag ik ze net. Ja, hier, beneden. Oh, top. Ja, dan ga ik mijn supercoole, efficiënte manier van reizen laten zien. Ja. Kijk, hè. Kijk, wat ik doe is, ik doe gewoon... En dan kan je doorbouncen. Oh, dat is super handig. Ja, hè? Kijk, je kan natuurlijk een paar keer nog doorbouncen.
Ja, dat was ik niet hoor die dat deed. Het is handig toch? Zo kom je best wel van eiland naar eiland. Oh, je ziet gewoon mijn huis vanaf hier. Oké, top. Ik weet waar we heen moeten. Okay. Ik volg jou. Moet je Gregory niet ophalen? Nee, mijn huis is daar. Ja, laten we eerst eventjes teruggaan naar Gregory. Ja, dat zou ik zonder Gregory ga ik niet. Ja, met dit ding kan je dus een ei uit laten komen. Ik ga er nu een ei in stoppen. En wat is de benzine? Ambrosium of Ambrosium Torch. Dat is soms nog een beetje verwarrend. Oké. Ik heb Ambrosium. Het is waarschijnlijk een Ambrosium Torch. Die hebben we ook. Boom. Ja, en nu moet je 3000 jaar wachten. Echt? Oké, we kunnen wel even heen en winnen, ja. Hallo? Hey! Oh, daar komt-ie. Daar kom ik hoor. Niet via de achterdeur, Dit is de vooringang, toch? Nee! Wacht, ik deel even Gregory weg. Is die aan de andere kant de ingang? Ja. Oh. Jeetje. Ja, welkom in mijn geweldige etherbasis. Ik doe deze van af, anders kan ik niet goed kijken. Ik heb ook een springkussen en daar wordt altijd gebruik van gemaakt. Dat is altijd leuk. Oh. Daar ging je bijna. Een springkussen? Ja. Oh, er wordt standaard door die vogel gebruik van gemaakt. Ja, af en toe zit er ook een koe op, ik weet ook niet. Oh, dat is spannend, hé. Hey, dit ziet er leuk uit, met oranje glas. Okay. Ja, dat is quicksoil. Quicksoil glas. Oh, jeetje, wat een spannende naam. Ja, dit is mijn opslag. Ja, ik heb vet veel van die parachutes gemaakt, dus ik dacht dat is handig. Maar uiteindelijk gebruik ik ze niet. Mag ik er eentje? Ja. Oké, dankjewel. En dan heb ik hier mijn keuken. Oh, ja, een mooie vriezer. Keuken. Ik heb een vriezer. Dit is mijn vriezer. Oh, daar heb je dat ijsstone voor nodig natuurlijk. Dat had ik ook al gelezen. Jeetje, wat een bijzondere wereld weer dit. Ja joh, en dan heb ik hier, als je hier dan de trap op gaat. Dan dit is de master bedroom. En ik weet niet van Gregory. Waarom chillen hier allemaal dieren? Hey, nieuw konijn wil ik al. Oh ja, wat. En kijk, okay. Ik heb ook nog een zolder. Alleen kan daar kan je zo natuurlijk helemaal niet bij. Oh, hoe kom je daar dan? Ja, nou ja, we zitten natuurlijk in de ether. In de ether. In de ether. Ja. Dus, daar is de springkussen voor. Oh, die is speciaal gemaakt. Oh, jeetje, wacht even. Bonk. En dan? Oh, dan kan je hier naar de zolder toe. Ja. En daar is? Een kist. Dit is mijn kist met speciale spullen. Speciale etherspullen. Oh, je bewaait echt alle Hey, hoe kom je hier allemaal aan, joh? Ja, ik heb dus, ik weet niet wat ik met die poison kan. En ik heb dus ook een music disc. Heb je hem al geluisterd? Nee, ik heb geen jukebox. Oh, ik ook niet. Anders hadden we wel even muziekje kunnen luisteren. Dus maar dit komt ooit goed. Ja, en je hebt allemaal nieuwe bijzondere dingen nu. Je hebt de Blue Gummy Sweat, ik weet niet wat het is, maar... Ja, en die hamer, maar die hamer wil ik gebruiken, dus die doe ik hier niet in. Dan kan je op die stomme wolken eindelijk schieten. Ja. Irritante beesten. Hey, leuk! Maar, wat gezellig, gewoon zo. Als je nou hier zo... Well, je kan het vanaf hier wel zien, toch? Zie je dat gekke gebouw daar in de verte? Nee, ik zie wolken. Oh, nee. Nee, mijn ogen zijn niet zo goed als die van jou, denk ik. Oh, nee. En dan zie je dat gekke gebouw daar? Nee, ook wolken. Oh, nee. Wacht, misschien kunnen we wel iets dichterbij. Ja, prima. Ik heb konijn op mijn hoofd, een nieuwe Michael. Zie jij dan op die wolken? Nee. Zie je nu dat gebouw? Nee. Maar ik denk dat is het een soort groot Grieks gebouw. Ja, die bedoel ik. Ja, die is ook bij mij in de buurt. Die heb ik wel gezien, ja. Oké, volgens mij is daar de volgende baas. Ah, baas 2. En ik wil je bij deze eigenlijk uitnodigen om die ook een keer met mij te verslaan. Ja, maar, leuk. Maar dat kan niet nu, want ik moet nu mijn schorst inbouwen. Ja, en ik moet mijn huis inrichten en mijn logeerbed weghalen, want blijkbaar wil je daar niet slapen. Nee, is goed. Maar ik wil ook beter voorbereiden, want ik zie nu dat we blauwe armor hebben. Dus dat betekent dat we ook beter dan dit kunnen zijn, wat we nu zijn. Ja, maar ik weet alleen niet zo goed hoe we hier verder aankomen. Oké. Dus we moeten ook nog onderzoek doen. Ja, daarom. Laten we gewoon weer even helemaal verder gaan en dan spreken. Kom ik deze keer jou wel ophalen? Volgende keer? Dat is en dan gaan we dan aan de slag met de Griekse tempel. Dat is goed, oké. Oh, ik ga blijkbaar. Fijne dag. Oké. Ja, tot ziens. Komt hij weer, hè? Bloop. Nou jongens, laten we snel maar weer naar huis gaan. Zo, we zijn weer thuis jongens. We hebben weer een nieuwe Michael meegenomen. Dus we kunnen hem weer gewoon veilig in het hokje doen. Michael, welkom. Dit is Michael. We doen hem even af. Hoppakee. Kunnen we het bordje weer aanpassen? Michael en... Michael. Zo, alsof het nooit iets geweest, nooit iets gebeurd is. Goed jongens, dat was een erg gezellig avontuur met meneer KB. En ja, zoals jullie het misschien al dachten. Wij zaten al die tijd in dezelfde wereld. Jeetje, hey, wat een plot twist, wat een reveal. Nee, ik kreeg in mijn vorige video allemaal reacties dat ik deze serie had gestolen van meneer KB. En ik snap het ook wel. Onze video's zouden eigenlijk tegelijkertijd online komen. Alleen die van mij kwam één dag later. Waardoor iedereen dacht alsof ik deze serie van meneer KB had gestolen. Zoals meneer KB al zei, zijn er nog 2 bazen die we moeten gaan verslaan. Dat betekent dat er sowieso nog 2 video's aankomen. En ik vind dat we ook nog wel
wel even wat sterker moeten worden dan dit. Ik vind ook dat we een vogel moeten hebben waarmee we heen en weer kunnen vliegen naar Amerika B. En ik vind dat we dit kasteel nog moeten inrichten. Er zijn een aantal dingen die we allemaal nog in de volgende afleveringen gaan doen. Michael en Michael, hartstikke gezellig. Jullie gaan ook dit alles met ons beleven. En voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk nou zeker even lekker deze video. Dit is namelijk een andere leuke serie op mijn kanaal. Klik erop, kijk ernaar en like deze video. Doe het gewoon eventjes nu. En nu spreek ik later glaasje water. Tot de volgende keer.